Ik had jullie beloofd jullie mee te nemen naar het ziekenhuis en het hele onderzoek wat vanaf vandaag gaat gebeuren vanwege mijn vermoeidheid. En ik moet om 2 uur in het ziekenhuis zijn in Utrecht. En dan word ik bestickerd, beplakt, hoe je het ook wil noemen, met allemaal dingetjes. En mijn haar ziet er dan ook niet meer zo uit, want het wordt volgens mij een netje gepropt. Het is een lekker soort robot, dus dan gaan we straks even robotbewegingen maken. Dat is eigenlijk wat ik weet. En van wat ik morgen weet, is dat ik morgen om 8 uur mezelf moet melden in het ziekenhuis. Het kastje wordt losgekoppeld en dan moet ik de hele dag blijven tot 1 uur of 4. En dan moet ik 3 of 4 middagdutjes doen, verdeeld over 30 minuten. Ja, nou, of ik er zin in heb? Vandaag niet, want ik heb geen zin om onder de bedrading te zitten. Maar het moet, want ze gaan me meten hoe ik vannacht slaap. Maar gewoon thuis slapen. En ze gaan ook meten hoe mijn hartritme is, mijn longen, mijn hersenen, wat ze allemaal doen, waardoor ik zo... Ja, ze kunnen zien, ze kunnen dat allemaal nakijken, waardoor ik zo moe word iedere week, wou ik zeggen, maar iedere dag. Dus ja, dat is een beetje de bedoeling van vandaag. Ik heb hier ook een boekje. Daar zie je een beetje in hoe dat eruit ziet. En dat ziet er heel gek uit. Zo zie ik er dus zo meteen uit. En ja, ik krijg inderdaad zo'n netje op. Ik krijg een kastje om mijn nek. En om mijn benen ook zie ik. Nou, lekker verschrikkelijk. Maar goed, we gaan er het beste van maken. Ik probeer te filmen in het ziekenhuis. Want ik weet niet of ik mag filmen als het erop wordt gezet. Ja, ik wens jullie heel veel kijkplezier. En mocht je het interessant vinden, doe een duimpje omhoog. Oh, mooi. We zijn in het ziekenhuis beland en mijn moeder vindt het helemaal niks. Nee. Kijk eens, ze zijn allemaal... Oh, kijk mijn haar zo lang. Om de bol. Mara, vind je het leuk om naar luid te luisteren? Nee. Helemaal niet. Ga je voortaan weer lekker met me mee? Nee. Nee? Morgen moet ik alleen. Zijn we? Ja. Nou, dan gaan we hoor. Route 27. We zijn op de afdeling. Nou is het wachten tot ik word geroepen. En dan ben ik zo meteen robot. Robot Kirby. Ja. Kijk jongens, I'm Robocop. Mooi. Robocop is thuis. Kijk dan. Het zit in mijn neus. Het zit hier. Oh, wacht. Ik zou het wel even showen. Het zit overal aan mijn lijf. Ik ben een bom. Kijk, ja. Ja, dat wel. Ik ben een bom. Ik ben een bom, ja. En het haarnetje en al bedrading hier. Oh ja, op mijn armen. En ik heb een horloge. Even scherpstellen. Deze. En op mijn handen en op mijn pink heb ik. Ik zit overal gewoon... Robocop, ja. En ja, zo hebben ze me dus toegetakeld met allemaal snoeren. Die gaan allemaal naar mijn hoofd toe, zoals jullie zien. Dit verwerkt het hersenactiviteit gebeuren. Mijn kin, geen idee wat dat inhoudt. Ik heb een zuurstofslangetje. Alleen, daar komt geen zuurstof uit. Maar dat meet mijn zuurstof. Dit meet trouwens ook iets van zuurstof. Dit moet ik gewoon omhouden de hele dag. Tot morgen 8 uur. Ja, hier wordt alles in verwerkt. Ik kan er niet echt helemaal zien wat erop staat. Maar ja, dat ding loopt gewoon. Ja, ik ga jullie vandaag nog meenemen voor zover het kan. Want het is nu al iets van 3:30 of zo, geloof ik. En dan neem ik jullie morgenochtend weer mee. En dan ga ik weer verder filmen. Ik ga hier ook een artikel over schrijven. Ik heb net foto's staan maken van hoe ik eruit zie en zo. En het lijkt me wel interessant om daar een artikel over te schrijven. Ik zie er ook echt heel erg charmant uit. Ik ben blij dat ik wel nog make-up op kan. Ik ga lekker macaroni eten met een blikje. Nice day and lucky ketchup. Nou, heel gezellig dat mijn dochter weer terug is en zo. Maar ze kijkt me niet aan. Ze jankt. En ze is, denk ik, een beetje bang. Ik ben in een hoekie. Echt? In een hoekie? Ah. Ik ben van buiten gegaan om de folie op mijn rand toen. Dus dat is nog. We moeten dat foto laten zien ter voorbereiding. Maar ze durft me niet aan te kijken. Chelsea, kom je bij mama? Oh. Ik ben toch geen vreemdeling? Ik heb alleen een leuk haarnetje op. Met ja. Hartjes erin. Nou, ze is helemaal vastgeklampt aan mijn moeder. Kijk maar. Ja, nou. Chickie. Hey. Hey, mama is aan het filmen. Hey. Mag ik je ook al niet aanraken? Jawel, mag wel. Chickie. Chills, ik zweet helemaal. Kijk, kijk, kijk. Oh, wat erg dit. Oh, moet zo wat koken? Ja, en dan? Waar ga je dan heen? Ja, de lasse fout. Chickie, ze kijkt gewoon echt niet, hè? Ik krijg hem niet uit. Zo. Chelsea, om een beetje warm is op de eigen mijn nek. Ik heb Chelsea eindelijk. Oh, Chelsea. Ja, Chelsea. Oh, en je eten is klaar. Lekker. En Chelsea die durfde na 1 uur of zo bij me zitten.
Eindelijk. Ik moet even checken hoe laat het is. En dan ga ik slapen en dan moet ik het even opschrijven. En ik mag geen telefoon bij mijn bed. Ik mag helemaal niks. Ik heb alle stekkers hier eruit getrokken. Morgen ga ik weer verder filmen met jullie. Dus ik zie jullie morgen. Ik ben in het ziekenhuis. Ik ga nu naar boven en dan volgt de rest vanzelf zo meteen. Ik hoop dat ik mag filmen. Maar het is 7:50 en ik ga zo lekker dit laten verwijderen. Oké, staan bij de lift. Slaapje gehad van 8:30 tot 9:00. En er zit een haar hier. Elke keer als ik was ingedommeld, dan hoorde ik weer wat. Zo vervelend, want ik heb wel mijn oordop en zo bij me. Ik zit nog helemaal aangesnoerd. De rest ben ik van de pink af, van mijn arm af en van mijn benen. Dus alles weg. Dit kastje heb ik nog wel. Voor de rest zit ik op een persoonlijke kamer. En staat hier van alles. Een computer, daar kunnen ze. Hier zeg maar, word ik straks op aangesloten. Was ik net ook. En dan kunnen ze alles zien. En dit is zeg maar het bed waar ik in slaap. Dus ik heb een slaapkapje mee in mijn oordoppen. Hier staat verder een bureau. Dat mag ik ook aanzetten met mijn computer. Dat mag ik gewoon doen. Ja, hier dus de computer. Spullen en zo. En wasbakje. Om 10:30 moet ik weer slapen. En dat is telkens een 30 minuten. Ja, het was wel vervelend net. Want iedere keer dacht ik dat ik aan de deur open ging. Schrok weer wakker en ik voelde me echt langzaam wegzakken de hele tijd. Ik weet ook niet of ik echt heb geslapen. Maar dat ja, kunnen ze wel aflezen. Ik denk dat ik zo meteen wel slaap, want ik ben nu echt moe. Ze hebben de luxe flex voor me open gedaan, zoals je ziet. Want ze zeiden, daglicht is wel belangrijk. En als ik ga slapen gaat alles tegen, licht uit. De computer wordt gedimd. Tussendoor mag ik gewoon bezoek ontvangen. Ik mag ook van de afdeling af. Ik mag naar de kantine. Ik mag alleen niet naar buiten. Voor de rest mag ik in principe alles doen. Maar een 30 minuten voordat ik ga slapen mag ik geen telefoon meer gebruiken en geen computer meer. Ik heb 2 boeken bij me, dus dan moet ik lezen. Dat is een beetje de update van nu. Oké, ik heb mijn telefoon weggelegd, want ik ga over 30 minuten slapen. Dus ik moet een boek lezen. En dit boek had ik nog, Bloggen doe je zo. En ik weet echt niet wanneer ik deze heb gekocht. Volgens mij 2 jaar geleden ongeveer. Van Esther Molenaar. Ja, ik ben hier toen in begonnen. En heb eigenlijk verder nooit afgemaakt of zo. Dus ja, als je verveelt, heb je tenminste nog wat. Ik heb ook een ander boek bij me. Die heet Als je dit leest ben ik dood. Maar ik denk, ik vind het wel eventjes wat leuker. Want ik was net aan het bloggen en ik kan het niet afmaken. Dus ik dacht, ga ik gewoon in dit boek beginnen. En ga ik even aankruisen wat belangrijk is. Kan ik het zo terug? Over 10 minuten moet ik slapen. Ik heb er best wel zin in. Daar ben ik weer. Ik ben om 10:50 uit mijn slaap gehaald. Ik heb het gevoel dat ik wel heb geslapen. Ja, ik viel wel heel veel gewoon weg. Dan voel je jezelf heel erg wegzakken, zeg maar. En ik kreeg ook echt een spastisch trekje met mijn duim, waardoor ik weer wakker schrok. Een soort van die slaapschokken die je krijgt. Met je been of met je lichaam. Alleen dat had ik in mijn duim. Heel raar. Nog nooit eerder gehad, voor zover ik weet. Op zich ging het slapen beter dan de eerste keer. Ik denk dat het zometeen de derde keer nog makkelijker gaat. Althans, dat hoop ik, want ik word hier echt gewoon heel moe van. Ja, omdat je maar 20 minuten slaapt, dus je wordt continu uit je slaap gehaald. Ja, dus ik ga om 00:30 weer. Het is nu 11:30. En dan ga ik van 00:30 tot ongeveer 10:50. En dan ga ik lunchen. Hier op de afdeling, nou niet hier op de afdeling, maar als je de afdeling afloopt, heb je links een restaurant. Dus ga ik even wat eten. Debbie komt ook langs, dus ga ik even gezellig met haar eten. En ik vind het heel lief dat ze langskomt. Dus dat is een update voor nu. En ik zit nu gewoon lekker op mijn stoel met mijn laptop. Een artikel aan het schrijven over deze dag. En die gaat binnenkort online komen. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, want ik
kan het nu wel vertellen, maar het schrijven is wat uitgebreider. Ja, dat is het voor nu. Dus ik ga eventjes verder met artikel schrijven. Lekker chill zo. En ik heb mijn kleine laptop meegenomen. Mijn grote heb ik thuis gelaten. Want ik dacht, ja, ik ga toch niet editen. Uitzicht vanuit mijn kamertje trouwens. Die misschien ook wel even leuk om te laten zien. Ik zie de wal, ik zie de McDonald's en ik zie allemaal auto's die of naar het ziekenhuis gaan of ja, ik weet niet welke richting verder, maar dat dus. Ik mag over een half uurtje weer slapen, dus ik heb alles weer weggelegd. Ja, in principe zit ik vanaf 8 uur al op deze kamer. Het is nu 12 uur. Ik ben er alleen uit geweest om even naar de wc te gaan en daar nu weer terug te gaan, want ja. Ik heb verder niks te doen. Ik ga zo meteen lekker eten. Ik heb ook best wel honger en ik ben gewoon moe. Dus ik hoop dat ik zo wel echt gewoon goed slaap. Alleen, het zijn haar, jongen. Alleen, nou, na 20 minuten word je natuurlijk weer wakker gemaakt. Dus ben je alleen maar moeier van. Tot zover deze update. Ik zou trouwens nog even laten zien wat ik op mijn hoofd heb. Dit is gewoon hard. Dit, ik zit ernaast, maar het is hier. Dit is gewoon hard. En dit is een, ja, een soort klei. Dat zit op mijn hele hoofd, zoals je ziet. Dat lijkt net schimmel, joh. En dit moet erop blijven. En dat kan eruit gewassen worden. Ik heb gelukkig een shampoo meegenomen. Kijk, hier zit het ook. Zodat ik het eruit kan wassen. Dus dat wilde ik nog even erbij. Van 2 dagen eigenlijk onderzoeken. En dat heb ik gewoon vastgelegd voor jullie. En ja, ik vond het wel interessant om te delen. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Laat het weten in de reactie hieronder. 7 januari krijg ik de uitslag. Ook komen er 3 artikelen online wat betreft deze onderzoeken. En die komen uiteraard aankomende week online. En dan wordt er wat uitgebreider verteld hoe en wat. En dan kunnen jullie alles nog eventjes rustig teruglezen. Ik vond het heel erg leuk om vast te leggen. En
doe een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Bij deze ga ik de video afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Bye bye!